De lezer wordt geholpen met nadenken over zichzelf. Er wordt van hem gevraagd om opnieuw na te denken over alle overtuigingen die hij bezit, alle vanzelfsprekendheden waarmee hij in het leven staat. En vervolgens probeert Nietzsche die vanzelfsprekendheden, die overtuigingen, waarschijnlijk onderuit te halen. En dan wordt van de lezer gevraagd zichzelf te verdedigen en misschien ook om zijn standpunten te verlaten. Dus van de lezer wordt gevraagd om heel expliciet na te denken over alles wat hij vindt of niet vindt van het leven en van zichzelf. Ik laat bijvoorbeeld horen aan de lezer dat Nietzsche zichzelf voortdurend tegenspreekt. We noemen hem dan logisch inconsistent. Er zit een tegenstrijdigheid in zijn denken. Maar ik verklaar vervolgens die tegenstrijdigheden in zijn denken door die tegenstrijdigheden te koppelen aan één duidelijke boodschap die heel consistent naar voren wordt gebracht met de totaliteit van zijn denken. En die boodschap die is: leef alsjeblieft zelfstandig. Denk zelfstandig na. Laat jezelf niet verkleinen tot een slaaf van de samenleving, maar heers over jezelf als mens. Dat is de boodschap die ook met behulp van tegenstrijdigheden in het denken van Nietzsche aan jou wordt geëtaleerd. Nou, Nietzsche heeft inderdaad gezegd: God is dood. Het verhaal gaat, maar dat is een grapje, dat toen Nietzsche dood was, op een muur geschreven stond: Nietzsche is dood, ondertekend God. Zo van: God heeft Nietzsche wel overleefd, hè? Op die manier. En weliswaar is het zo dat Nietzsche God dood verklaart, maar dan moet je er toch ook tegelijkertijd bij zeggen dat hij een beeld van God dood verklaart. Dus misschien niet God zelf dood verklaart. Nou wil ik hem niet te veel afvallen hier, maar je kunt wel stellen dat Nietzsche zelf zegt dat alles interpretatie is. En in zekere zin, hij versterkt dat zelfs, alles is interpretatie. Hij zegt zelfs, alles is fictie. Dus op het moment dat Nietzsche God dood verklaart, dan is dat toch een interpretatie en geen waarheid. Ik lach elke leermeester uit die niet zichzelf uitlachte. Dat is een uitspraak van Nietzsche. Dus hij vat zijn eigen uitspraken ironisch op. En iemand die zijn uitspraken ironisch opvat, is iemand die zegt: ik ben niet in staat om de waarheid te vinden. Dat stelt Nietzsche idem dito. En hij zal vervolgens ook zeggen: het gaat ook niet om mijn waarheid. Het gaat tenslotte om jouw waarheid, jouw particuliere waarheid. Wat in jouw omstandigheden juist is volgens jou, voor jou om te doen. Dus als je Nietzsche leest, gaat het er ook niet om zijn denkbeelden te volgen. Een uitspraak van hem is ook: wie niet denkt zoals ik, die volgen mij. Ik zal het nog een keer zeggen: wie niet denkt zoals ik, die volgen mij. Er zit een paradox in. Je volgt hem eigenlijk pas als je hem niet meer volgt. Want dan getuig je van zelfstandig denken. En als je dat nastreeft, dan kan hij van jou ook niet vragen of je een volgeling van hem wil worden. Je leest Nietzsche niet om bij Nietzsche te blijven steken. Je leest Nietzsche om voorbij Nietzsche jouw eigen waarheid of jouw eigen werkelijkheid te vinden. En dat mag dan misschien wel een fictie zijn, maar als het een erg belangrijke fictie voor jouw leven is, hang hem dan alsjeblieft, ik zal niet zeggen in godsnaam, hang hem dan alsjeblieft aan.